Meneer, er zijn twee bezoekers die graag wellicht loodgieters zijn. Mario en Luigi, heb je ze eindelijk? Kom maar binnen. Mm. Wauw. Nooit gedacht dat Luigi langer is geworden en Mario dikker is. Wij zijn Mario en Luigi helemaal niet. Ik ben Wario. Zie je die bij? Wie? Zie je dat? En wie is die vent naast je? Dat is een nieuwe vriend. En die heet... Hoe heet je? Wat? Je kent mijn naam niet. Ik heet Waluigi. Luigi? Wario? Wat zijn je soort van dubbelgangers of zo? Ja. Ik heb geen stijl voor stijl losers. Maar wij willen je helpen. Met wat? Het begrijpen van Mario. Ik heb pas zijn leven gestolen. Weet je soms een plan? Nou, we moeten gewoon zijn zwakke plek nemen. Het zijn zijn vrienden. Dus we moeten eigenlijk eerst wat het belangrijkste is om make vrienden... it fast. We gaan zijn vrienden opvangen. En ik heb wellicht en eigenlijk een hele super goede plan. Als je er interesse in hebt. Als dit een spelletje is en je me verraadt, verbrand ik je dat hij zelfs voor deze ster het vuur nog gaat zien. Wat is Mario met de pizza? Ik denk dat hij gewoon zelf die jongen aan het opeten is. Ik zei toch dat hij niet om ermee te vertrouwen is. Jongens, ga maar happen, want ik heb verschillende pizzasoorten. Pizza is de best. Ik voel dus gewoon smolten kaas door mijn nek gaan. Dit is een pittige Luigi, die moet jij eten. Pittig gezicht, dat is voor jou. Het is best wel lekker. Hey jongens, er is een nieuwe rap gemaakt. Hij deed Brooklyn. Oeh, Brooklyn. Daar komen wij vandaan. Ja. Kijk eens, luister eens. Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn. Brooklyn. Mario? Hij werd nooit van een pizza. Oh, wacht. Oké, vriendenmeeting. Iedereen moet komen. We zijn geen vrienden, we zijn familie. Oké, familiemeeting. Dus iedereen moet komen. Yoshi, je hebt ook familie. Peach, je hebt ook familie. En Toad, jij dus ook. Oké. We hebben al gezien dat ik en Ma en Luigi veel hier hebben rondgehangen en zo. Maar ik heb nu goed nieuws wat jullie oren af zouden trekken. Nou, ik heb geen oren, dus vertel het gewoon. Oh, dramatische muziek. Bam, 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 bam. Doom, doom, boom, boom, boom. Vertel het dan maar gewoon! Wacht, ik moet eerst een dramatische muziek doen. Vertel het dan maar gewoon! Ik en Luigi vertrekken terug naar Brooklyn! Hoe bedoel je ik en jij? Ik blijf hier! Wacht, wat is er mis met jou? Wacht, maar hoe ga je terug naar Brooklyn? Ik dacht dat de poort voor eeuwig afgesloten was. Nou, je kunt altijd weer terug gaan als je wilt, heb ik ontdekt. Nou, ik blijf. Luigi, we kunnen samen gaan naar de echte wereld. Maar we waren daar een nobody en hier ben ik tenminste somebody. We hebben al onze spullen achtergelaten. Mario, hier is ons leven beter en dat moet je gewoon accepteren. En wie weet kan ik Pauline weer terugzien. Dat zou echt een droom zijn. Weet je kunt ook gewoon hier blijven. Maar kom op. Wat, zijn we je vrienden of zo niet meer? Natuurlijk zijn we wel vrienden, we hebben gewoon nog contact. Wow, maar kan hij niet verbinden met de mensenwereld met hun telefoons? Nou weet je, dan ga ik afscheid nemen. Maar Ik blijf toch hier, dus dan neem je ook afscheid van mij. Kom op Luigi, thuis is de echte wereld, hier is gewoon de neppe wereld. Weet je, als ik jou was, zou ik er eerst over nadenken over zo'n grote beslissing. See ya!
Dat is toch raar? Piet, zeg het dan. Dat is toch raar? Ik ben het eigenlijk met Luigi eens. Wat? Waarom ben jij met Luigi? Je moet er eerst over nadenken. Oké, ik heb erover nagedacht en ik ga het doen. Nee, maar serieus. En ik denk dat je ook moet nadenken over ons. Oké, fijn dat jullie zijn. Dus, wat mag het zijn? Dus ik zeg gewoon dat het goed is. Oké, ga maar binnen. Neem maar jullie plaatsen. Ik ben echt verdrietig. Wat voor soort pizza willen jullie? Barbecue chicken? Komt in orde. Wat hebben we nou gedaan? Waarom moet Maaije terug? Ja, geen idee. Ik voel me ook niet hier trots mee, maar ja. Nou, ik moet even naar het wc. Ja, ik ben terug. Ik besef dat ik toch niet moest plassen. Maar dan zeg, hoe kan Mari dit op me aandoen? Geen idee. Is er iets misschien miste bij iets bijvoorbeeld? I was a nobody. Hoe kan hij nou iets missen? Hier is veel beter. Hier hebben wij alle eer en aandacht. Heeft ze jullie pizza? Weet je, misschien betekent dat jij dan anders de echte held moet zijn. Wat, denk je dat ik er klaar voor ben? Nou, ik ga je ook trainen. En trouwens, deze man, hij kan je laten trainen. Nee, ik ga op pensioen. Wat? Ja, kleinzoon, ik ga op pensioen. Bruh, oké, dat betekent dat ga ik je dan moeten trainen. Hé, gebruik hier een vuile woord tegen me. Dat was niet eens een vieze woord. Dat denk ik wel. Maar shoes, hij is echt ouderwet. Hebben ze hier ook Turks fruit? Dat zetten ze daar zo in een kommetje. Turks fruit graag. Maar weet je... Waarom zetten ze gewoon barbecue chicken gewoon niet zo in een soort die ding waar ze barbecuen? Maar misschien is het omdat ze pizza dat Mario moest nadenken. Dus wie weet gaat er van mening veranderen. Daar hoop ik maar. Kunnen we snel hier weggaan? Laten we gaan. Hé, hey, zei je dat Mario de stad gaat verlaten? Ha, terug naar zijn echte wereld. Pff, idioot. Wereld? Dat is raar. Sorry, ik weet niet. Maar echt wel. Ik dacht dat we een band hadden. Zat hij? Ja, wij zijn de Mario Brothers. Van Brooklyn. Oké, laten we een klusje klaren. Laten we ons appartement filmen. Deze huis houden we voor altijd en altijd. Ons appartement is zo mooi. Ik heb mijn besluit gemaakt. Jongens. Of anders, kijk naar fotoboekjes. Boekjes. Wacht, was dat? Was hij hier echt of was het nou een verbeelding? Hij was hier echt. Oké, fotoboekjes van Brooklyn. Oké, kijk eens. Oeh, daar hebben we echt leuke momenten. Maar nu wil ik even kijken van toen ik hier was. Dat herinner ik nog een moment. Happy birthday to you. Beste vrienden voor altijd. Als ik gewoon deze beste vriend foto bewaar en dan kan ik gewoon naar Brooklyn. Peach, kunnen we even praten? Ik heb een besluit echt gekozen en het spijt me dat ik niet had nagedacht. Nou, omdat je nu toch de juiste beslissing hebt, is het goed. Ja, ik heb nu naar alle fotoplaatjes gekeken en zo in. Ik kies om naar Brooklyn te gaan. Wat? Hoe bedoel je naar Brooklyn? Ik dacht dat je koos om hier te blijven. Nee, ik heb alle fotoboekjes en zo gekeken. Het is het beste dat we naar Brooklyn gaan. Oké, dus je hebt vast je besluit gekozen dat we hier blijven. Ja, ik heb een grote pizza iets gemaakt. Ja, een grote soort. Echt? Mag ik die zien? Ja, kijk. Oké, ik ga het even eten. Ja, dat is als je hier gaat blijven. Oh, weet je, ik heb alle fotoboekjes gekeken en zo. En ik ga echt weg.
Dank je. Auw, wat deed je dat? You're a dick. Dat is er aan de hand. Wat is zelfs een dick? Ben jij dat? Hé. Hey. Ik weet je, ik ga niet mee. Dat moet je al weten. Weet je, Luigi? Het boeit me als je meegaat. What? Weet je, Hey, die toon van jou hou ik er niet van. Praat deftig. Ik praat deftig, maar jij verpest het helemaal dat ik niet deftig praat. Weet je, ik snap echt niet. Wat zie je in Brooklyn? Kijk! Wat heeft Brooklyn wat Toadland niet heeft? Het heeft gewoon alles. We zeiden dat we nooit uit het appartement gingen en daar houdt me ook bij. We zijn vast onze appartement al verloren. Die deur heeft vast onze huis al lang meegehaald. Kijk, ik heb de foto, dus ik herinner jullie altijd nog. Kijk, weet je wat? De foto. Als jij gaat, zijn wij geen broers meer. Oké, daar verheug ik me op. Ik kan niet wachten wanneer het nieuwe leven zonder jou. En weet je, de rest mag meekomen. Kom mee, Yoshi. Yoshi? Blijf. Geen zorgen. Je mag ook blijven als je te bang bent om naar de echte wereld te gaan. Kom mee, Toon. Wij twee lekker. Nee, Matthijs hier. Peach. Verlaat ons. Peach. Wij zijn geen broers meer, ga weg. Peach. Wij kunnen dat niet. Weet je wat? Wie heeft jullie eigenlijk nodig? Ik ben weg. Wow, ik ben thuis. Oost, west, thuis, best. Oké, ik ga even naar mijn appartement. Best. Dat is niet erg. Gewoon naar Rico. Hey Rico, heb je nog een pizza voor me? Ah? Kom hier, grote misbaksel. Het is hier de apocalypse. Het is een apocalypse, sukkel. Baf. Kom hier, je backstage. Baf. Wat is er nou gebeurd? In de apocalypse kan ik nog wel leven. Dus, ergens in die... Wauw, wat is er gebeurd met de stad? Ik ga even Luigi bellen. Nummer bestaat niet. Wat? Wow. Oké, maar... Misschien moet ik even naar de foto kijken. Hey jongens. Hey. Hier, middelvinger voor jullie. Ik heb een beter leven hier. Ik leef hier beter. Of misschien... Heb je een beetje. Maakt niet uit. Of ik moet er gewoon nog aan winnen. Gaat alles in orde hier? Wat denk je zelf? Nee, natuurlijk. Ongelooflijk dat hij meer voor dat kies. Weet je, hij heeft zijn besluit gekozen. Iedereen maakt een besluit. Wat was dat? Oké, meekomen hier. De hele Magic Kingdom... Hey, laat hem met rust. Weet je wat? Misschien kan ik jullie twee niet, maar... Pak hem. Nee, laat hem met rust. Laat hem met rust. Laat hem met rust. Niet makkelijk. Pak ze. Is dat je nieuwe vriendje, Wario? Pak ze. En we horen dat Mario weg is gegaan. Dus nu is niemand te held. Het brood uit de hemel. En dat is wat we gaan doen. Jullie gaan door. Word vervolgd.